De Suriname Auto Rally Club, de SARC, zal samen met Rotary Club Paramaribo Central zondag aanstaande een fundraisingsactiviteit houden in de vorm van een Family Speurtocht Rally. De opbrengsten van deze rally zijn voor sociale doeleinden en verschillende tehuizen. Oliver Schmidt, coördinator van de rally vanuit de Rotary en de SARC, is dit een van de grote activiteiten van de Rotary. Hij vertelt waarom het wordt gehouden. Met als doel zoveel mogelijk geld en pakketten te verzamelen. Elk equipe dat meedoet moet een soort treasure hunt doen waarbij ze dus spullen moeten gaan kopen in winkels. En dat vormt een pakket. En elk pakket wordt dus vervolgens naar verschillende tehuizen, bejaardentehuizen, Stichting Claudia A, Kinderhuis Samuel, noem maar op, gebracht. En dat is eigenlijk het hoofddoel. Fundraising. Dus los van het pakket hebben we ook nog wat sociale projecten die we als Rotary Club uitvoeren. En om geld te hebben om die projecten uit te voeren, organiseren we dit. Smit zegt verder dat niet alleen de speurtocht een onderdeel is van de fundraisingsactiviteit. Op die dag zullen er ook activiteiten zijn voor mensen die niet meedoen met de rally. Personen in nood te helpen, ook als we niet meedoen. We hebben een cook-out en een bingo op dezelfde dag. Dat start om rond 1 uur op KKF-beursterrein, waar de finish is. En daar gaan dus de Rotarians gaan hun eten wat ze zelf hebben gemaakt, gaan ze daar verkopen. En ook dat geld gaat ook bijdragen aan die sociale projecten. Dus al met al is een hele grote fundraising van die heel veel gezelligheid heeft, lekker eten heeft, ook nog een beetje bingo en alles bij elkaar zorgt uiteindelijk voor het goede doel. Oliver Schmidt, coördinator vanuit de Rotary Club Paramaribo en de SARC. Deze organisaties zullen zondag aanstaande een fundraisingsactiviteit houden in de vorm van een familiespeurtocht rally.